vraag een antwoord op de volgende drie vragen. Drie vragen. Alsjeblieft, geef een helder antwoord. Willen jullie meer of minder Europese Unie? Minder! Willen jullie meer of minder Partij van de Arbeid? Minder! Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Als ik die vraag zie, denk ik direct van, oh ja, dit is Geert Wilders gezegd. En heb ik direct zo'n negatief idee bij. En dat is het ook. Alleen als je dat helemaal niet van, daar niks van wist. En je ziet die vraag staan, dan is het op zich gewoon best een normale vraag. Je heel hypocriete actie, daar weet je precies wat hij wil zeggen. Hij mag het zelf. Als hij het zelf had lopen roepen, dan had hij een grotere straf gekregen, denk ik. Maar hij weet gewoon wat voor reactie hij krijgt. En hij is volgens mij ook dolblij met het antwoord. Omdat hij gewoon uiteindelijk toch heeft gezegd wat hij wilde zeggen. Maar dan met een grotere groep. Hij weet wat voor antwoord dat zij gaan geven. Ja, oké, en hoe weet je dat? Omdat zij aanhanger zijn van zijn partij. Is dit strafbaar of niet? Even een rondje maken. Ik vind het wel. Jij wel? Ja. En ook? Ja, in zo'n situatie wel. Ja. Draai ik even om. Naar jou? Ik vind het niet per se. Oké, 2-1 is de stemming? Zij ja, 100% zeker. Zeker wat? 100% zeker dat het strafbaar is. Dus het is 3-1. Heeft de meerderheid dan gelijk of maakt dat niet uit wat jullie betreft? Nee. Heeft de meerderheid dan gelijk? Dat is aan de rechter. Nee, zo weet ik niet. Dat is aan de rechter te bepalen. Okay. Even voor jullie om over na te denken. Een politicus heeft vrijheid, mag heel veel zeggen, gelukkig maar. We zijn een democratie. Dus de spontaniteit die hier, althans dat vindt de rechtbank, hier gesuggereerd wordt, is dus een ingestudeerde spontaniteit. Dus het is geanceneerd dit. Omdat Wilders er zo'n vraag-antwoordspelletje van had gemaakt, kon hij weten dat het publiek met hem meeging. En daarom vindt de rechter het geen vrijheid van meningsuiting, maar aanzetten tot haat. Het shirt van Matiba, dat is een bijzonder shirt. En dit zijn natuurlijk de letters van het alfabet. Mm-hmm. De eerste, de derde, de eerste. En de tweede, all cops are bastards. Maar je hebt een aantal groepen die je in het bijzonder je mag beledigen. Een uitlating die bij een burger normaal zou kunnen zijn, is bij een agent wel strafbaar. Dus ik doe iets illegaals nu? Jij doet iets illegaals. Ik ben dus ook mogelijk strafbaar nu op dit moment. Kijk, je zegt niet tegen een agent, you're a bastard, maar die boodschap komt op hetzelfde neer. Je wilt gewoon dat iedereen mag zeggen wat hij denkt, maar je wilt natuurlijk niet andere mensen beledigd worden. En ook rechters hebben daar heel veel moeite mee om dat uit elkaar te houden van, hey, wat is nou de grens en wat niet. Met bijvoorbeeld een Geert Wilders die veroordeeld wordt voor aanzetten tot haat. Dat is ook een stukje vrijheid van meningsuiting, maar ook een stukje van aanzetten tot haat, wat ook weer niet mag. Maar blijkbaar was de mijne wel strafbaar. En die ene waarbij vrouwen hoeren genoemd werden, was gewoon oké. Okay. En ik was echt verbaasd. Run them jewels fast. Run them jewels fast. Run them, fuck the slow-mo.